Oké. Goed, ik ben dus Hendrik Smit. Hendrik Lostop. Welkom, beste kijkers. Vandaag gaan we het hebben over de vermaledijde spaarlamp. Jazeker. Deze wordt ook wel CFL genoemd. Compact Fluorescent Lamp of Light. Het is eigenlijk gewoon een soort opgerolde TL-buis. Niet meer dan dat. Deze is helemaal open en bloot. En deze heeft nog een glaslaag eromheen. De allereerste spaarlampen die hadden een hele dikke glaslaag eromheen. En waar dat goed voor is, dat zien we zo meteen. Als je alle nadelen bij elkaar hebt opgeteld, dan komen de voordelen daar nooit meer overheen. Dus je zult die dingen nooit meer willen kopen na het kijken van dit filmpje. Let maar op. Uit de spaarlamp komt UV-licht. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, want er is een laagje aan de binnenkant aangebracht om dat UV-licht tegen te houden. Maar wat is gebleken, er komen barstjes in, waardoor dat schadelijke UV-licht toch onze ogen en onze huid kan bereiken. Nou, dit punt, daar is niet iedereen het over eens. Noem het toch. Zowel de LED als de CFL spaarlamp, daar komt elektromagnetische straling van af. Niet alleen rond de lamp zelf, maar ook uiteindelijk op het hele elektriciteitsnet. Dat is ongezonde straling. Beste kijker, wist je dat? Dat er 3 tot 5 milligram kwik in zo'n spaarlamp zit? Om het even welk merk, hè? Dat kwik is een uiterst giftig zwaar metaal, milieuonvriendelijk. En het enige wat ons eraan moet herinneren is op de verpakking een klein pictogrammetje van een vierkante centimeter van de kliko met een kruisje erdoorheen. Voor de rest niets over dat kwik. En het is dus ook geen wonder dat, zoals Milieu Centraal, een soort voedingscentrum voor milieu, het is geen wonder dat ze me antwoorden dat slechts 1/3 van al die spaarlampen met het chemisch afval wordt ingeleverd. En de rest verdwijnt gewoon de kraakwagen in met het huisvuil en dat waait weg, dat wordt vliegas en komt weer terug in bouwmateriaal. En ook in huis is het oppassen geblazen met spaarlampen. Want wat doe je als zo'n lamp op de grond valt? Milieu Centraal heeft een tip. Kijk, valt zo'n spaarlamp op het zeil naar zijn malle moeren, dan kun je het nog wel met een papiertje oprapen. Maar dat lukt natuurlijk niet wanneer het op de vloerbedekking is. Ja, dan krijg je geen advies. Behalve dan dat stofzuigen absoluut niet kan. Dus succes, pak maar een Stanley mesje en snijd het er maar in zijn geheel uit. Nou, en voor wie op het internet dat advies dan heeft gevonden, hier in Nederland, staat er verder dat je het raam even open moet doen en een paar minuten moet laten luchten. Wat natuurlijk een lachertje is. Want in het buitenland, België, Canada, Amerika, wordt veel scherper gereageerd op een gebroken spaarlamp. Er worden veel doortastendere maatregelen getroffen. In Canada wordt zelfs een hele ruimte afgesloten wanneer een spaarlamp is geknald. En een ontsmettingsteam wordt erop afgestuurd. Er is echt wel meer aan de hand wanneer zoiets breekt, hoor. Bovendien, waar blijft nou toch de milieubeweging? Want ze sporen ons wel aan om energie te gaan besparen, bijvoorbeeld met een spaarlamp. Maar als het om kwik gaat, hoor ik ze niet. Jongens, waar zijn jullie? En dan nog dit. Neem je de straling, het kwik en het lelijke licht op de koop toe, spaar je uiteindelijk nog geen energie. Nee! Ja, kijk, dat ding dat verbruikt wel minder energie als je hem eenmaal hebt. Maar hij moet eerst gemaakt worden. Dat is toch best een gecompliceerd ding. Nou, maken ze in China onder erbarmelijke omstandigheden. Hè, waar, kan jou het schelen? Die mensen zitten helemaal daar. Nou, dan moet het hierheen komen. Dan draai je hem in. En dan gaat hij nog niet zo lang mee als wat je beloofd is. Dus uiteindelijk spaar je geen energie. Het beste
was nog altijd de ouderwetse gloeilamp. Maar ja, er waren te veel mensen die hem konden maken en tegen een lagere prijs dan die multinationals konden. Die wel die spaarlampen maakten en door het noeste werk van een aantal politici, niet in de laatste plaats mevrouw Jacqueline Kramer, is de gloeilamp eruit gewerkt in heel Europa. En moeten we nu dus met z'n allen aan de vermaledijde spaarlamp. Dus, als je die dingen hebt, zorg dat je ze kwijtraakt. Koop ze in ieder geval niet meer. Gooi ze netjes in het chemisch afval. Voorzichtig. Mocht die breken, lees even onder. Daar staat een artikel wat je doet dan. En je kunt ze altijd nog uitdelen op de trappen van het stadhuis, zoals ik zelf heb gedaan. Dat is een soort promotie was dat. Nou ja, bedankt voor het kijken in ieder geval. En tot de volgende.